allemaal, daar ben ik weer, Marielle Heuft van Sminkoppies. En in deze video heb ik jullie in plaats van op mijn statief even op mijn selfie stick staan. En waarom? Ik ga jullie namelijk mijn mobiele sminkkit laten zien. Wat is nou een mobiele sminkkit? We zijn natuurlijk allemaal wel mobiel, maar we hebben allemaal onze spullen mee. En dan zet je, dan heb je je setup, je zet alles neer. En dan zit je dus een x-aantal uur op diezelfde plek te sminken. En dan kreeg ik van een klant een aanvraag of ik binnen een groot bedrijf van afdeling naar afdeling kon. En toen heb ik zitten denken, hoe ga ik dat oplossen? Dat ik toch een mooie kit bij me heb. Maar ook dat ik alles bij me heb. En dat ik het ook zo kan oppakken en weer mee kan nemen. Dus ik heb erover zitten brainstormen en ik ben op het volgende gekomen. En dat wilde ik jullie gewoon laten zien. Want ik vind het eigenlijk best wel een hele goede tip. Dus ik ga de camera even omdraaien. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik mijn kleine, mobiele, super chique sminkkit mee ga nemen. Oké. Het is een beetje rommelig vandaag in huis. Want kijk, als je erachter ziet, ik ben bezig met een piñata. Dus het is echt een beetje troepje. Intussen is Tintin zijn eigen weg aan het vervolgen. Die denkt, ik vind het wel gesneden. Maar daar zijn we hier niet voor. We zijn hier voor onze mooie mobiele kit. Nou, let op. Ta-ta-ta-ta. Mijn koffertje. Ik heb dit koffertje van zolder geplukt. Het was ooit een koffertje waar ik een messenset in heb gekocht, volgens mij. En dat koffertje heb ik altijd bewaard. En ineens dacht ik, daar kan ik wat moois mee doen. Dus vandaar deze. Ik heb daarop geplakt twee leuke vlinderspiegels. Die heb ik gewonnen tijdens de mini-IFAB. Overigens, IFAB volgend jaar, hebben jullie allemaal al ingeschreven? Zijn jullie er allemaal al bij? Ik wel, ik heb er zin in, maar het duurt nog zo lang. Nou, dat dus. Dus die heb ik er zo opgeplakt. Dan, hier een statiefje. Haha. Gaan we deze koffer open doen. Ik kan hem ook nog afsluiten als ik dat wil. En doen we hem open. En ta-ta-ta-ta-ta-ta. En dit vind ik altijd zo heerlijk suf. Dat je dan een selfie stick ziet in een spiegel. Dus hier heb ik de spiegel. Die ga ik er dan nu even uithalen. Want anders blijven jullie dat zien. Onbreekbare spiegeltje. Hè? Dat is, die kennen jullie wel van mijn andere filmpjes. Dan heb ik. Ja, dat is niet handig zo. Hier zo mijn glitters. Ik heb vier kleuren glitters mee. En in dit geval in die flesjes, omdat ik dat dan het beste kan meenemen. Een serie met wat kleine schablonen. Dan heb ik hier, ik heb er ingeplakt klittenband. Zodat ik al die onderdelen mooi kan vastplakken. Mijn visitekaartje natuurlijk. En bling. Dan hebben we hier zo een klein flesje met lijm om mijn bling vast te pakken. Plakken. En ik heb chunky glitters in hele kleine ronde doosjes gedaan. Want ja, het is natuurlijk maar een on-the-go job. Dus het is gewoon, je moet het wat vaker bijvullen. Maar ik heb gewoon wel alles bij me wat ik nodig heb. Nou, die hoppakee met het glitterbandje vast. En dan heb ik hier een hele serie percelen. Waar ik gewoon mee uit de voeten kan. Nou, uiteraard handdoekje. En dat ik het netjes wil houden, heb ik een stukje bakpapier erop. En dan krijgen we het in de koffer. Dan heb ik een bord gemaakt. Met allemaal kleine sminkjes. Maar echt gewoon alle kleurtjes die ik gebruik. En daaronder heb ik nog een plank. Met splitcakes, colorblocks. En een grote zachte wit. Dat ik dat fijn vind om te blenden met mijn tijgersnoetjes. Nou, zwart en wit. Van mijn favoriet, chameleon. Want die heb ik altijd groter nodig. Nou, Tintin komt er ook even bij kijken. Hey, hallo schatje.
Kom je er ook bij? Ga je wat zeggen? Kom maar. Nee? Oké, dan niet. Gaan wij weer verder met de koffer, ja? Sponsjes. Vingersponsjes. En mijn percelenhouder. En waarom? Zodat ik dus tijdens het sminken... Ik ben hier niet heel erg voor, hè, om een percelen zo neer te zetten. Maar in zo'n kit, je moet klein denken en klein meenemen. En zo heb ik het overzichtelijk alles in één. Kan ik het gewoon bij elkaar houden. En als ik dan wegga, maak ik ze even snel. Of ik hop naar de volgende. Maak ze even snel een beetje schoon. En dan, hop, weer in. Dus percelenhouder. Klein waterbakje. Waar ik misschien nog een ribbelrandje onderin ga maken. Omdat ik dat gewoon prettig vind om mijn percelen tussendoor schoon te maken. Maar hier zit dus ook een anti-lek dingetje in. Dus ik kan, als ik wil, water hierin meenemen. Uiteraard. Een sprayflesje. En mijn geheime wapen. Dit is de super tip van Kristen Olsen. En ik ga jullie lekker nu nog niet vertellen wat het is. Maar geloof me, dit is echt de tip van de eeuw. Dus Kristen, super bedankt voor deze super tip. Nou ja, en zo heb je dat dan allemaal bij elkaar in dat mooie koffertje. Hoppakee, die daar, die daar. Papiertje erop. Het is natuurlijk wel handig als je dat op maat zou hebben. Dat heb ik nog niet geknipt, maar dit vind ik gewoon dat smink niet aan de bovenkant van mijn koffer gaat flikkeren. Ik ben wel aan het wiebelen zo met jullie. Worden jullie al misselijk? Handdoekje weer in het koffertje. En dan als op het moment dat de klant zegt van, nou, mevrouw Sminkkoppies of Marielle of whatever, hoe ze me noemen. Ik zou het prettig vinden als je nu naar de volgende afdeling gaat. Dan koffertje dicht. En ga me die banaan. Dus dat is mijn mobiele minikit. En ik ben er helemaal happy de peppy mee. Dat is dus mijn mobiele kit. En ik ben er zelf echt helemaal happy de peppy mee. Ik ga hem binnenkort ook... Hey, hallootjes. Kusje? Weg kusje. Nee, geen kusje. Tinte komt er even gezellig bij. Ik ga hem binnenkort on the job uitproberen. Bij een klant die dus inderdaad aan mij heeft gevraagd of ik van afdeling naar afdeling kan. Dus vandaar dit idee. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Dat jullie ook zoiets gaan maken. En zo ja, dan ben ik natuurlijk ook heel benieuwd naar hoe jullie mobiele sminkkit eruit gaat zien. Waar het overigens ook heel handig voor is, wat ik al eerder noemde in het filmpje. Bijvoorbeeld volgend jaar als ik naar IVEP ga. Dan wil je altijd wel je spullen bij je hebben, maar je hebt zo min mogelijk ruimte nodig. Want je zit natuurlijk met heel veel sminkartiesten in één ruimte waar je workshop volgt. En dan is het niet heel fijn als jij met jouw kit de halve kamer in beslag neemt. Met dit koffertje heb ik gewoon alles bij me. En kan ik gewoon lekker workshops volgen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd voor wie er allemaal naar IVEP gaan volgend jaar. Wie er dan ook allemaal met een mooie, leuke, originele mobiele sminkkit komt. Het lijkt me wel echt heel grappig als we allemaal met van die koffertjes daar rondlopen. Dus laat het dan ook vooral zien, hè, als je er eentje hebt gemaakt. Hoe de jouwe eruit ziet. Ik ben echt helemaal nieuwsgierig. En wil je van mijn filmpjes niks missen? Van mijn tips, mijn tricks, wat ik allemaal bedenk. Alles wat met smink te maken heeft. Abonneer je dan op mijn kanaal. Vergeet dan niet het belletje aan te klikken. Want dan krijg je een seintje wanneer ik weer een nieuw filmpje heb geüpload. En geef natuurlijk deze video een dikke duim omhoog. En heb je nog leuke ideeën? Zet ze dan in de comments hieronder. En dan wens ik jullie allemaal heel veel mobiele sminkplezier. En tot de volgende keer.